Het totale beeld wat eigenlijk uit deze procedure naar voren komt is dat er een buitengewoon rommelige en onprofessionele werkwijze is gehanteerd door de directrice. Is er dan sprake van fraude? Dat was ook een van de verwijten van Spido, maar daarvan heeft de rechter gezegd, die heeft daar natuurlijk goed naar gekeken. Dat kan ik niet vaststellen. Daar is onvoldoende voor beschikbaar in het dossier. Dat geldt ook voor andere verwijten die betrekking hebben op mogelijk strafbaar handelen, fraude, zichzelf verrijken ten koste van Spido. Dat is allemaal niet aan de orde, dat is niet vastgesteld door de rechter. Er is gewoon geen bewijs voor? Daar is onvoldoende bewijs voor in deze procedure.